Jullie zijn gewend van mij dat ik veel how-to filmpjes maak op een dollhead. Maar als ik op een dollhead werk, dan heb ik natuurlijk altijd te maken met maar één kleur haar. En nou ja, dat is normaal gesproken de natuurhoogte 6 en vanuit daar maak ik al die how-to filmpjes. Maar ik wil het ook een beetje naar de realiteit halen en nou, dit zou een typische klant in de salon kunnen zijn. Jenny, de haar is geverfd met zwart. En dat is al meerdere keren gedaan. En nu kreeg ik van haar het verzoekje, ik zou wel graag wat lichter willen gaan in een soort van balayage techniek. In dit filmpje neem ik jullie mee hoe dat je het beste in zwart haar een balayage kan zetten en dat je hem op gaat lichten. Nou, wat één ding heel belangrijk is voor jullie ook in de salon, is dat je tegen de klant moet zeggen dat je nooit van tevoren weet hoe licht dat je kan komen. Want ik heb geen idee hoe vaak dat dit gekleurd is in de lengtepunten, of het makkelijk oplicht of niet. Dus stap voor stap ga ik jullie meenemen hoe dat je dit het beste in de salon kan toepassen. Kijken jullie mee? Ik ga werken met een strobing techniek. En dat wil zeggen dat ik highlights ga zetten, want ik wil niet het gehele haar helemaal blonderen. Dat wilde Jenny zelf ook niet. We willen dus langzaam naar wat lichter toe gaan. De strobing techniek die zorgt ervoor dat ik highlights ga zetten tot aan de aanzet. Mijn volgende passé wordt een balayage techniek. Dus kijk maar mee. Ik werk sowieso met folies, want ik heb de warmte van mijn folie nodig om het haar zoveel mogelijk op te lichten. Ik ga blonderen met de Snow White en die ga ik mengen met 9%. Want Jenny Lee heeft namelijk sterk haar, dus ik kan het met 9% prima mengen. Ik maak hem 1-op-1, maak ik hem klaar, want ik voeg namelijk de Kerabond eraan toe. Die zorgt ervoor dat het haar sterker blijft tijdens het ontkleurproces. Plus voeg ik nog wat No Yellow Pro Booster om in een wat koeler eindresultaat te komen. Ik heb het haar afgedeeld in 4 vlakken. Dus een middenscheiding, hoogste punt van het hoofd, rechtscheiding, achter het oor. En dan begin ik achterin, of op het achterhoofd, begin ik met mijn techniek. Het fijne vind ik van aan de achterzijde beginnen met je kleurtechniek, is dat wanneer je denkt van nou oké, de blondeer heeft nu zijn werk gedaan, dan kan je hem alvast uitspoelen, dan kan je de voorkant nog wat langer meegeven. Ik neem een rechte scheiding. Nou, en jullie kunnen zien, ik mis een stukje haar hier in de nekpartij. Is alleen maar een voordeel voor mij, want dan hoef ik wat minder haar hoef ik op te lichten. Oké, dus ik ga werken met mijn strobing techniek. Ik neem een rechte scheiding. En dan vanuit hier, mijn eerste passé, ga ik uitmazen. Nou, ik gaf al aan, we willen wel wat van het donkere haar ertussen laten voor een diffused eindresultaat. Dan is het aan jezelf of je hem heel grof of heel fijn gaat uitmazen. Ik kies er zelf voor om hem ietsje grover uit te mazen. Ik neem wel de passé mee aan de buitenkant, zodat ik weet als ze een staart draagt of omhoog, dat ik hier ook mijn kleurtechniek zal gaan zien. Ik werk met folies en dat doe ik bewust. Want ik weet dat het haar in de folie dat die wat warmer wordt en dat mijn oplichting wat sterker zal zijn. Dus ik klap mijn folie om mijn colorboard. Want ik persoonlijk vind het lekkerder werken met een colorboard omdat ik mijn kleur dan dieper in het haar kan stansen. Nou, ik breng een grote hoeveelheid. Breng ik aan op de lengtepunten. Ik duw hem er ook echt in. En dan naar de aanzet toe laat ik hem wat uitwazen. Zodat ik hem langzaam naar de hoofdzijde toe werk. Klap mijn folietje dicht.
gaan we door naar de volgende passé. Ik neem ongeveer 2 centimeter neem ik op. Ik blijf in mijn horizontale scheidingen blijf ik nu werken. Een plankje erbij. Nou, dat hoor je. Ik begin op het midden van het haar. En ik ga nu niet helemaal tot de aanzet, maar ik zorg er nu wel voor dat de lengtepunten helemaal dik ingezet worden. Ja, en dan het mooie van deze techniek is dat je dus een highlight krijgt tot de hoofdhuid, plus een balayage en dan ook nog eens een keer de eigen haarkleur die er doorheen komt. Dus dan krijg je een heel mooi zacht eindresultaat. Nou, die balayage, hè, omdat het zwart geverfd is, zet ik ook weer in een folie. Dichtklappen. Die laat ik wat langer, dus die maak ik niet zo kort als mijn vorige folie. Want dan weet ik precies dat er in mijn lange folies, dat daar mijn balayage techniek zit. En in mijn kortere folies zit mijn highlight techniek. Nou, op deze manier ga ik helemaal door tot aan de bovenkant en begin ik aan het andere vlak. Wanneer ik aan de achterzijde begin, ga ik ook weer werken met horizontale passés. En ik wil dus, wat ik ook aan de achterkant heb gedaan, als Jenny een staart maakt, dat ze wel highlights aan de contourrand heeft. Dus ik begin ook hier met mijn highlight techniek en dan daarboven komt weer de balayage techniek. Ik heb de technieken nu helemaal in zitten. Kijk maar eens even naar beneden. Zoals jullie kunnen zien ben ik geëindigd met 4 highlight technieken bovenop. Wil je juist wat meer natura hebben bovenop, dan zou ik zeggen eindig dan met een balayage techniek. Dat is aan jezelf. Nu die er helemaal in zit, ga ik achter, want daar ben ik ook begonnen, ga ik hem nakijken. Dus ik leg mijn folie open. Kijk, en dan kan je echt zien dat hij al goed zijn werk doet. Hij mag voor mij nog net even iets meer.
Wanneer ik dan de juiste kleurhoogte heb bereikt, spoel ik hem uit. En dan laat ik de voorste laat ik nog eventjes zitten, totdat ze dezelfde kleurhoogte hebben. En dan kan ik dat ook uitspoelen. Maar voor nu nog heel even geduld. En nou ja, dat is voor mij het moeilijkste wat er is. Wanneer ga blonderen dat je geduld hebt. Maar ga beginnen met je volgende klant. Neem een kop koffie en even wachten. Nou, we zijn nu 3 kwartier zijn we verder. Nou, zoals je kan zien, hij is echt goed opgelicht. Als ik hem met mijn vingers overheen schraap, zie je nog wel wat warmtepigment. Maar dat ga ik zo dadelijk neutraliseren met mijn soft shades. Dus vanuit hier kan ik de achterkant nu uit gaan spoelen. Nou, nadat alles zijn volledige inwerktijd heb gehad, ga ik het uitspoelen en ga ik het nawassen. Maar ik heb het natuurlijk nu geblondeerd, dus ik mis keratine in het haar. En ik wil dat mijn toner van de soft shade zo lang mogelijk blijft zitten. Dus dit is het moment dat ik er dan voor kies om een kuurtje erop te zetten, om het haar weer op te vullen. Eerst zorg ik ervoor dat alle blondeer goed is uitgewassen. En de shampoo die ik dan gebruik is de Keramax shampoo. Keramax shampoo die zorgt ook weer voor dat de keratine in het haar wordt aangevuld. Oké. Nou, vanuit hier gaat de Kera Boost Infusion gaat erop. Ik zorg ervoor dat het goed verdeeld wordt. Dus ik spray een keer of 15 spray ik op het haar. En om dan de Kera Boost Infusion, de keratine, vast te zetten in het haar, ga ik de Keramax Treatment eroverheen zetten. Ja, die mag een paar minuten inwerken, maar het inwerken, dan doe ik gewoon het product in het haar inmasseren. En dan gaat voor mij de inwerktijd gaat dan al in. Wat ik gedaan heb, is eerst 1 pluk... heb ik gedroogd, want ik wil zien met wat voor pigmenten dat ik nu te maken heb, omdat ik het wil gaan tonen. Op nat haar vind ik dat wat moeilijker te zien. Dus je hoeft niet heel het haar te drogen, net even 1 lok, dat je gaat kijken van oké, waar heb ik mee te maken en wat moet ik gaan doen. Nou, dit is misschien wel voor velen, en daarom maak ik ook dit filmpje voor jullie, zo'n schrikmoment dat je denkt, ja, en nu? Want als we kijken, dan zien we hier wat geel pigment. Nou, de punten die zijn natuurlijk vaker zwart geverfd. Dus hier heb ik te maken met een oranje pigment. Die zijn donkerder gebleven. En de regel is, wanneer je het haar gaat tonen, is dat je het niet lichter kan tonen dan op de kleurhoogte waar je zit. Nou, als ik dan de soft shades erbij ga pakken, dan weet ik dat ik met verschillende kleuren tones moet gaan werken om een mooi egaal eindresultaat te krijgen. Want dit gele, dat wil ik juist ietsje warmer maken en dieper. Maar daarentegen wil ik de lengtepunten, die wil ik juist ietsje koeler hebben. Dus, wat ga ik doen? Als ik te maken heb met het geel pigment en ik wil wat warmte erin brengen, dan ga ik de 5E ga ik gebruiken. En op de lengtepunten wil ik hem ietsje onderdrukken. Dan pak ik de 5N Natuur en ik pak de 5T Tabak. Op die manier breng ik dus dit stukje en de lengtepunt meer naar elkaar toe. Ik moet gaan werken. Dan vind ik het zelf handiger om met een bakje en een kwastje te werken. De soft shades zijn gemaakt voor in een flacon, maar je kan ook prima met een bakje en een kwastje werken en dan kan ik veel secuurder werken. Dus ik ga de kleuren klaarmaken. Dit haar, dat maak ik weer een beetje vochtig, want de kleur gaat namelijk op handdoek droog haar. En dan straks zullen jullie zien dat je een heel mooi glanzend eindresultaat hebt en dat je van dit schrikmomentje niet meer hoeft te schrikken. Nu is het heel makkelijk. Daar waar je het geel pigment ziet, daar zet je dus de 5E, de 05E van de soft shades overheen. En dan is het dadelijk, maak ik pas de kleur klaar voor de lengtepunten.
En die gaat er dan gewoon gelijk tegenaan. Nou, het is natuurlijk een wat vloeibare kleuring. Net wat ik zei, het gaat met een bakje en een kwastje. Maar ja, kijk wel uit, want die zie je ook al een druppeltje vallen. Je moet wel een beetje voorzien. Hij heeft nu een inwerktijd gehad van 20 minuutjes, dus ik kan hem nu uitspoelen. Nu wil ik de deur sluiten, dus ik ga nu over naar stap 4. De Kira Balance Acidifier. En die sluit de haarschubben en daardoor blijft de toner ook langer in het haar. Royaal aanbrengen, een paar minuutjes in laten werken. Maar zoals ik al eerder zei, als ik het laat inwerken, dan ben ik het ook al aan het inmasseren. Nou, en als deze dan zijn inwerktijd heb gehad, dan spoel ik hem uit. En dan als laatste, dan gaat zo dadelijk stap 5 erop. Stap 5 is de KeraShield Leave-In. Dit is dus ook een leave-in product, dat hoef je niet uit te spoelen. Nou, dat breng ik voornamelijk op de lengtepunten breng ik dit aan. En dan zal je zien dat zo dadelijk wanneer het haar droog is, dat de schubben gesloten zijn en dat het haar echt heel mooi glanst.